Yes! Daar ben ik weer. Zonder muziek dit keer, maar wel met een speciale gast. Kom er maar bij. Ik weet niet of jullie haar kennen. Ze heeft nog nooit eerder gesport. Het is de mystery guest. Het is... Wilma! Dat hadden ze niet verwacht. Nee, dat had ze toch. Nou, wat gaan we doen vandaag? We gaan een partner workout doen. Oh! Eerst eens even opwarmen. Schouders naar achter, om eens de beurt. Moeten we wel synchroon, hè, partner workout. Ja, dat doen we toch? Ja, gaat heel goed. Ik hou je wel in de gaten met mijn goede ogen. Goed zo. Ik denk wel dat we af en toe moeten lachen. Armen over de kop. En de andere kant op. Nee, we gaan niet lachen deze keer. Nou, een beetje wel. Ik vrees van wel, maar. We proberen juist niet te veel te lachen, denk ik. En het erge ervan is dat we erg veel spierpijn hebben. Ja. Buikbenen van de les van gisteren. Oké. Even je hak naar wil. Rechts. Ja, rechts. Links. Ik kom armen wel goed naar voren. Rechtop. Span je buik aan. Smile on your face. Yeah, dat gaat lukken. En je kan het natuurlijk ook alleen doen, deze workout. Maar sommige oefeningen mis je dan wel een partner. Ik moet eigenlijk even zeggen dat de klok stil staat. De klok staat stil. Oh. Ja, tikt op dezelfde plek. Knieën omhoog. Dus ja, het kan wel alleen, maar het is gezelliger om het samen te doen. Of je het nou met je partner doet, of met je kind, of met je buurvrouw. Of... Noem maar op. Nou, we gaan even in de squat staan nog. Blijf laag. Klein stukje omlaag. Laag, 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 laag. En blijf wel rechtop. Span je billen aan. Gewicht is op je hakken. En kom omhoog. Maar eerst moeten we nog meer doen. Nee, nu gaan we de echte partneroefeningen doen. Oké. Handen naast je hoofd, ellebogen opzij. Jouw linkervoet, mijn... Of rechts, links. Tik aan. Pas op voor elkaars enkels. Niet zo snel. Rustig. En jij gaat snel. Nee, kijk dan. Jij bent de eerste. Oké, nu twee keer. 1, 2, 1, 2. Mag wel wat langzamer. Zodat je ook echt moet balanceren. 1, 2. Probeer een beetje in te draaien met je bovenkant. 1, 2, 1, 2, 1, 2, en nu 4 keer, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mis, 1, 2, 3, je gaat zo snel, 4, 1, 2, 3, 8 keer, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andere kant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mooi zo. Yeah. Handen. Nee, nog niet. Oh. Het is weer vreemd. We raken elkaars handen aan. Ja, je zit in dezelfde bubbel. Jawel, maar het voelt toch wel weer als... Oké. Als anders. Oké, gaat ie. We maken een squat tegelijk. Leun allebei gelijk naar achter. Of als je wat zwaarder bent, leun je wat minder naar achter. Kom goed omlaag. En omhoog. Probeer je armen gestrekt te houden allebei. Hang echt een beetje naar achter. Gaat nog goed. Nee, je laat me toch niet vallen, hè? En omhoog. Nee, natuurlijk niet. En hoog. Laag. En hoog. Nog 2. En nog 1. Wilma, ga even zo staan. Armen gestrekt. Duw je armen opzij. En dan hou ik ze tegen. En duw weer terug. Duw opzij.
En weer langzaam terug. Dan duw ik ze terug. Opzij. En dan duw ik ze weer terug. Jij duwt ze opzij. En ik duw ze terug. Opzij. Gaat die goed? Ja. Goed zo. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En nog 1. Mooi zo, wissel. Ga ik staan? Ja. Armen gestrekt. Kom een beetje laag. Strek. Arr. Duw opzij. En duw terug. Duw het zo hard. Dit zal niet de eerste keer lachen worden, denk ik. 4. Nienke heeft rare oefeningen bedacht, namelijk. 3. En 2. En 1. Zo. Oké, 1 hand. Hallo, hi. Ik ben Wilma. Ik ben Nienke, je dochter. Oh, oké. Okay. Zo. Pak aan één kant elkaars hand vast. Aan diezelfde, ja, dat andere been gaat naar achter. Zo schuin, weer terug. En schuin en terug. Schuin. Dus heb ik het duidelijk uitgelegd? Ik denk dat kijken nog een duidelijk voor is. Hè? Ja. Schuin en terug. Schuin naar achter en terug. Schuin. En die andere hand een beetje sierlijk. Oh, echt? Ja. Nou, wat leuk. Oké, okay, en nu een beetje stoer. Tadaa. Tadaa. Ja, anders willen er meteen geen mannen meer mee. Nee, doen, dat is zo. Doe dan maar stoer. Doe dan maar stoer. Stoer. 8. 7. 6. Je mag met je knie de grond aan tikken. 5. Maar dat hoeft niet. 4. 3. 2. En 1. Strek je armen. En jij duwt ze, doe maar zo, naast elkaar. Strek ze naast elkaar. Jij duwt ze omhoog. En ik duw ze naar omlaag. Omhoog. Geef wel een beetje mee. Oh, een beetje mee. Een beetje meegeven. Dus een beetje meegeven omhoog. En de andere omlaag. Probeer je armen gestrekt te houden. En probeer te blijven lachen. Vind je het leuk sport? Ja, heel leuk. Je hebt het nooit eerder gedaan. Nee, ik had het nooit gesport. Nee. Ik denk, laat ik eens naar Nienke komen om te sporten. Iets lager? Ja. Oké. Je had mijn filmpjes gezien en toen dacht je... Ja, toen dacht ik, dat wil ik ook wel eens. Oké, wissel. Oh, deze zwaardere onderkant. Omhoog. En terug. Omhoog. En terug. Omhoog. En terug. Hou je schouders laag. Omhoog. En terug. Omhoog. En terug. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, en 1. Pak er een gewichtje bij. Of wat anders mag ook. Een flesje water of een bal. Of... En wat nog meer? Een banaan? Een banaan maakt niet uit. Oké, okay, kom in de squat. Kom met je rug tegen elkaar aan. Oh. Hier. Hallo. Deze kant. Pak je het gewichtje over van de ander. En dan pak je weer aan de andere kant over. Probeer niet met je benen in te draaien. Dus je benen blijven gelijk. Je draait niet je knieën in. Draai vanuit je taille. Onderlichaam blijft stil. Draai rond. En rond. En rond. En rond. En rond. En rond. 4. Straks gaan we de andere kant op. 3, 2 en 1. We maken squat. Laag, hoog. Ja, laag. Pas op voor die billen. Laag, hoog. Laag,
Geef elkaar geen kontje. Geen kontje. Oh, geen kontje. Ik dacht dat je zei, geef elkaar een kontje. 3, 2, 1. Kom even bij elkaar. Nu draai je de andere kant op. Dus deze kant nu. En weer. Je ruggen, onze ruggen raken elkaar niet eens nu. Blijf wel een beetje in een squat houding. En hou je benen stil. Draai niet je knieën in. Niet laten vallen. Dan valt het gewichtje op onze tenen. Hou je handen bij elkaar ook. Hè? Zodat je echt moet indraaien. En niet gewoon met één hand het gewichtje pakt. En dan krijgen we een 4. Maya erbij. Talje. 3, ja. 2. Heeft hij eigenlijk een talje, Maya erbij? En 1. Eigenlijk helemaal niet. Nee. Een wesp. Wesp heeft een talje, ja, maar een bij niet. Een bij is een bij. Ja, dus. Zo. Een wesp-talje. Nou heb je de variatie. De wall sit. Die kan je tegen de muur aan doen. Tegen de spiegel? Ja. Maar je kan hem ook tegen elkaars rug aan doen. Wat gaan we doen? Nou, wij gaan het niet doen. Nou, we doen even voor hoe het moet. 1, 2. Oh god, oh god. Je doet hem tegen elkaars rug aan. Tegen elkaars rug. Dank je? Dat mag. Oké. Wij hadden het namelijk al geprobeerd. Dat we kwamen er niet uit. Gewoon ik kijk even of de camera het nog doet. Been in 90 graden positie. Ja. Als je kunt, als je wilt. Armen gestrekt naar voren. Even kijken of ik goed zit. Ja. En als je nou geen leeg plekje hebt, dan ga je gewoon in een squat. Dat mag ook. Misschien een deur of zo, of een muur. Ja, dan moet je niet zorgen dat die openvalt. Nee. Nou, nog 4. Nog 3. Nog 2. En nog? 1. 1. Moet ik nog omhoog. Ja. Oké, we gaan weer met onze ruggen tegen elkaar. Wel trouwens iets verder, want anders weet je dat dan, als je omlaag gaat, dan krijg je de andere kontje. Dus iets verder uit elkaar. En dan? Komt hij omhoog? Omhoog. Maak je een squat. Laag. Span je buik aan. Beheers de beweging. Controle. Pas loslaten als je weet dat die andere hem vast heeft. Ja. Dat wilde ik net zeggen. Ja. Ja. Nu even naar boven. Langs. Span je billen aan. De laatste 2. En de laatste. Ja. Je knieën omhoog. Om en om. Rechts, links, rechts, links. Neem je armen, benen tegenovergesteld. Rechtop. 2 keer je rechte knie. 1, 2, 2 keer links. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. Leuk is dit. 4 knieën rechts. 4, 3, 2, links. 4. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 8, knieën rechts, laatste keer, 8, 7, 6, 5, 4, 3, links, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en 1, ruggen weer naar elkaar toe, we geven hem onderlangs door, net was het bovenlangs, oh. En nu, oh, oh, tenminste, ik geef hem nu af, onderlangs. Dan gaf ik hem bovenlangs. Gaat het goed, Wilma? Ja, heel goed. Ja. Ja. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Oh, wacht even. Ja. En nog 1. Ja. Goed gedaan.
gedaan. Goed gedaan. Goed gedaan. Dan gaan we nog één oefening doen. Lunge vooruit en lunge achteruit. Ik begin met mijn rechterbeen, jij met je linkerbeen. En waar naartoe? Eerst ga ik achteruit, jij vooruit. En dan jij achteruit en ik vooruit. Hoe laag jij wilt. Dat kan je ook gewoon alleen doen natuurlijk. Maar met z'n tweeën is ook wel leuk. Probeer je armen hoog te houden. Dat je ook je armen moet aanspannen. Dat je leunt een beetje op elkaar. Nog 4. 3, 2 en 1. Andere been. Nou, lekker. Dat zal hij 5 vinden. Eerst naar achter. Ik eerst naar achter. Gaat ie. Achter. Voor. Achter. Voor. Achter. Oh, we hebben nog een gast. Achter. Ja? Waar dan? Voor. Beneden. Achter. Oh, voor. Laatste 3. Laatste 2. En de laatste. Woehoe! Pak er een handdoek of een matje bij. Ik ook. Ja, dit is een matje, Wilma. Ja, nee, maar... Kan je wel sporten. Hebben we er alle 2 één nodig? Oh nee, doen ze naast elkaar. Oké. Okay. Ja, we hebben er wel alle 2 één nodig. Alright. Voor de ruimte. Die is niet zo netjes opgeborgen, zeker. Nee. Oké, dan gaan we naar de grond. Zo. Allebei zitten. 1 gewichtje erbij. Ik heb hem. Goed zo. En 1 voet van mij is onder jouw been en de andere is over jouw been. Die voet die eronder zit, die kan je een beetje helpen om omhoog te trekken. Alsjeblieft. Dankjewel. Ga je naar achter, tik de grond aan. En dankjewel. Achter. En hoog. Maar niet helemaal je hoofd op de grond, hè? Nee, niet helemaal je hoofd op de grond. Je houdt je kin een beetje naar je borst. Oh. Je mag wel wat meer hierheen. Ja. Oh ja, het is niet te laat. Jawel. 8 7 6 5 4 3 2 1 Mooi zo. Ellebogen op de grond. En jij houdt je voeten tegen elkaar. Ik doe ze uit elkaar. Dan draai jij buitenom en ik binnen door. Of eigenlijk draai je allebei gelijk. Moet ik mijn benen gestrekt houden? Ja, probeer wel je benen gestrekt houden. Dan is het wat zwaarder. Maar als je het wat lichter wilt, dan buig je je benen. Dat kan ook. Nog 4. Gaan we meteen andersom draaien? Ja hoor. 3, 2. En we draaien andersom. Yeah! Terug, omhoog. Het is wel een eigen sessie hoor. Nou, we hadden daar maar wel muziek aangezet. Ja. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En 1. Mooi zo. Poeh. Poeh, poeh. Kom in een plank. Allebei. Of vanaf je voeten in één lijn. Of vanaf je knieën. In één lijn. Ja? Kom maar iets meer hierheen als ja, je dat nodig hebt. Pas net. Ken net? Ja, ken net. Oké. Dus of vanaf je knieën of vanaf je voeten. Tik aan, terug. Tik aan, terug. Tik aan, terug. Voeten een klein stukje uit elkaar. Probeer zo stil mogelijk te blijven staan. Span je buik aan. Span je billen aan. Acht. 7 6 5 4 3 2 en 1 Yeah! Yeah!
Jij mag lekker gaan liggen op je rug. Eentje gaat liggen op je rug. Voeten staan een stukje uit elkaar, benen gebogen. En jij komt met je kin en je borst omhoog en je gaat naar rechts en naar links. Ik zet mijn handen op jouw knieën en kom in één lijn. Een hele hoge plank is dit. Nog hoger dan de hoge plank. En wil ik nou nog iets zwaarder als mij zijnde, dan kun je nog gaan opdrukken. Maar hij mag ook gewoon in een hoge plank blijven. Dat mag je zelf weten. Het is je eigen feestje, nog altijd. Alright. 4, 3, 2 en 1. Voeten komen iets dichter bij elkaar. Niet al te dicht. Je billen komen omhoog. Kom in één lijn vanaf je schouders tot je knieën. Duw je armen in de grond. Duw ze naar beneden. Je billen duw je omhoog en je armen duw je in de grond. Ik zet mijn handen op jouw knieën. Buig mijn benen. En kom omlaag. Ellebogen buig je naar achter en omhoog. Achter en omhoog. Gaat het goed, hè? Hij gaat super. Goed zo. Ik lig lekker. Ik blijf wel mijn billen omhoog duwen. En ik blijf mijn armen in de grond duwen. En jij blijft buigen? Ja, ik blijf mijn armen buigen. En die billen gaan vanzelf omhoog. Oh, oké. Okay. Nog 4. Nog 3, 2 en 1. En we gaan wisselen. Oké. Okay. Dan hadden we niet nog eentje. Lekker liggen. Oh, wacht, nee, wacht. Nog eentje. Ja, nog niet wisselen. Nog niet wisselen. Nee. Handen hier. Zo. Laten we nou toch zo liggen. Ja, precies. Oké. Duw je benen en kom omhoog. Duw en terug. Dus jij hebt mijn enkels vast en ik duw steeds jouw benen naar voren. Voor en terug. Voor en terug. Voor. Nog 4, nog 3, nog 2 en nog 1. Yeah. Jij blijft nog even zo liggen, want we hebben er nog eentje dan te goed. Oké. Okay. Als je dan toch zo ligt, ja. Buig je benen, knieën naar je borst. Ik ben in een plank. Ik strek me helemaal en jij duwt je benen weg. En weer terug. In en uit. Duwen. Zal dit ook lukken als ik Dimitri zou zijn? Een hele zware man. Nou, weet ik niet of dat een goed plan is. Nee. Nou, doe een beetje voorzichtig met elkaar. Duw. En terug. En duw. Hoeveel kun je er nog? De laatste keer. Nog eentje dan. Oké. Okay. Verleg je grenzen. Yeah. Ja, goed zo. He, mag ik blijven liggen? Nee, nu is het mijn beurt om te gaan liggen. Oké. Okay. Oké, eerste. Ik zet mijn voeten een stukje uit elkaar. En ik tik mijn hak aan. Rechts, links. Dat moet ik ook weer doen. Ja, hier zo. Handen op mijn knieën. Jij moet in de plank blijven. Oké. Rechts. Ik denk niet dat ik mag gaan opdrukken, maar dat mag wel. Mag wel, ja. Ik word niet boos als je het doet. Nee, een klein beetje. Maar het hoeft niet. Ik doe het een klein beetje. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En 1. Alright. Zet ik mijn voeten ietsje dichter bij elkaar. Nog niet helemaal tegen elkaar. Dat niet. En mijn billen komen omhoog in één lijn. Jij zet je handen op mijn knieën. En ik duw mijn armen naar de grond. De grond in. Heel hard. Ik duw ze omlaag. En mijn billen zijn aangespannen en die duw ik omhoog.
laag en hoog. Gaat het goed, Wilma? Ja, gaat hartstikke goed. Vind je dat sporten leuk? Enig. Het vaker doen? Ja, ik denk het wel. Enig vind ik het. 4, 3, 2 en 1. Hè? Mooi zo. Poe. En mag je hier komen staan? Oh ja. Die is dan weer handig voor mij. Ga niet op elkaars haar staan. Nee, inderdaad. Ja hoor. Ja. Strek mijn benen. Die komen omhoog. En die duw jij zet weer naar beneden. Oh, je gaat ook je billen nog omhoog doen. Ja, anders kom ik er niet. Dat kan wel. Hij is wel lekker deze, maar ook wel zwaar. Ja, meestal hadden we altijd een heleboel spierpijn van deze. Daarna. Maar ja, dat zien we morgen dan wel weer. Wij vandaag. 4. Morgen. 3. 2. En 1. Hé. Oeh, mag je nog even dan daar? Weer? Daar staan. Ach jezus. Ja, krijgen we deze. De leg press. We kunnen ook wel zo doen dat ik met mijn buik zo erop ga en dat we een vliegtuigje gaan spelen. Ja, dat wilde dat ik deed ik vroeger altijd met mijn vader. Mag wel even hoor. Nee hoor, nou heel even. Ja, mag wel even. Nee, op je heup. Nog zo. Even dat gevoel van vroeger. Ja. Maar ik denk het niet dat dat lukt. Nee. We willen graag een foto. Ja. Nou, anders we kunnen. Wij kunnen het ook hoor, maar we hebben niet zo zin. Nee. Oké, wat gaan we nou doen? Nu weer even terug tot de orde. Terug tot de orde. Wat was ik? Oh ja, zo. Dat moest ik ook alweer. Ja, in een plank. In een plank. En dan trek ik mijn knieën in. Nee, zeker. Wat dit goed is. Weet je hoeveel zwaar ik weeg? Hoeveel zwaar? Je moet wel zwaar, ik weet. Je moet dit niet met een hele zware persoon doen. Ik ben duidelijk dus te zwaar. Kom nou. Nee, dat keer. Moet je ook denken hoor. Ja, ja. Eén keer. Het ergste wat gebeuren. Dat je met je neus op mijn buik belandt. Zo. En wat nu? En nu ga je weer. Oh nee. Plankje. Alle twee. Zijwaartse plank. Oh, die zijwaartse plank. Ja. Hebben we ook nog. Of vanaf je knieën kom je omhoog. Ja. Of vanaf je voeten. Eén voet voor, één voet achter. En dan tik je hem onderaan. En een high five. Backwards, high five. Box. En een high five. Box. High five. Dus of vanaf je knieën. Of vanaf je voeten. Wat jij wilt. 7, 6. Oh, 5, 10, 3, 2. En de laatste. Woehoe! En wissel. Alright. Andere kant. Of vanaf je knieën omhoog. Of vanaf je voeten omhoog. Ja, die. 1, 2. Onderlangs. Oh. Oh. En bovenlangs. Onderlangs. Bovenlangs. Onderlangs. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mooi zo. Kom nog even op je rug. Mooi, mooi. Mooi, mooi. Ik op mijn rug. Ja, jij ook. Allebei. Alle twee. Hoe dan? Oh, ja, je bent wel een beetje verder. Wat gaan we dan doen? Zo. Oh, die. Zo. Dus of op je ellebogen, of op je handen. Dat is denk ik iets zwaarder op je handen. Even leuk en milieus. Trek je benen in, strek ze en ga zo om en om. Zo vanaf je ellebogen of vanaf je handen. Strek, buig, strek.
8, 7, 6, 5, 4, 3, ja? Ja. 2, 1. Kom zitten met je ruggen tegen elkaar. Gewichtje erbij. Eén gewichtje. Eén gewichtje erbij. Deze deden we net ook al staan. Zet je voeten uit elkaar op de grond, benen een klein stukje gebogen. Dat is je wel een beetje netjes houden. Oké, okay, sorry. Hey, hallo, hier zo. Handen bij elkaar. Twee handen. Twee handen. En draai. Oh ja. En een rugmassage is dat meteen. Ja. Duw een beetje tegen elkaar. Oh. Handen bij elkaar houden. Zodat je goed indraait. Oh. En als het piepertje gaat, dan draaien we om. Dat gaat niet. Piep, 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 piep. Okay. Oh ja. Dat was ze. Ja, ik hoorde hem. Oh. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En nog 1. 1. Mooi zo. We zijn er. We zijn er. Nou, ik vond het wel heel gezellig. Trek je rechterbeen naar voren. Ik kom even naar voren. Vond je het gezellig? Ja, ik vond het heel gezellig. Zo'n partner workout. Iemand uit je eigen bubbel. Je deed heel goed mee. Nou, dank je wel. Voor het eerst. Voor het eerst, hè? Ja, ja, dat nou. Ik had ook heel erg mijn best gedaan. Het komt er ook wel op neer dat je daarna gewoon lekker... Je linkervoet over je rechterbeen. Oh. Dat is lastig nog even. Nee, ik bedoel dat je later brein, ook brein naar je knie toe. Aan het gebak gaat met elkaar, bedoel ik. Oh, dat is ook wel gezellig. Ja, of aan een bord. Of ja, tuurlijk. Heb je nog chocoladetijd? Lekker. Aan of het gebak gaat. Of een glaasje water mag ook. Of als je allebei in je dieetweek zit. Nou ja, je kunt ook gewoon een lekkere borrel nemen. Oh ja. Maar het scheelt veel hoe laat je dit en doet. En wissel. Ja, of? Als je het nou als ochtendworkout, zoals Annelies om 7:30. Zou ik geen borrel nemen. Nee. Kan je lekker met Marion doen, Annelies. Oh, dat zeg ik een beetje laat eigenlijk, hè? Ja, dat zeg je een beetje laat. Ja. Maar je kan hem altijd vaker doen, hè? Ja. En zet je rechtervoet over je linkerbeen. Pak je rechterknie vast en draai naar rechts. Ik kom in kleermakers zit. Handen we hebben wel in elkaar, maak je rug bol. We hebben wel graag foto's van de partners. Ja. Even en even het vliegtuig nog even. Kom omhoog. Eén hand achter je hoofd. Hoofd rechtop. Ja, maar is dat leuk onder de post? Ja. Oh ja, onder de post. Onder de post eventjes jullie... Je eigen post. Je eigen post posten. Oh. Stijve triceps. Ik ook. Hadden we gisteren al gedaan? Ja, we hebben van alles gedaan gisteren. Ja. Gaat over de zaterdagles. We zijn allebei stijver van. Nou. En terug, kom even naar voren, ellebogen naar de grond. Nou, ik vond dat je een hele fijne partner was. Nou, fijn hoor, dankjewel. En jij ook. Dankjewel. Box. Box, high five. High five. Box, box, high five. Doei doei, tot de volgende keer!